Vrijdagavond tegen FC Utrecht hebben van der Roy. Er is andere koers dan thuis tegen NAC. Hoe bereid je je erop voor? Ja, het is wel een andere koers, maar we bereiden ons eindelijk hetzelfde op voor. Dus uh, of dat nou Winterswijk is, of NAC, of, uh, of FC Utrecht. Voor ons uh, is iedere wedstrijd uh, even serieus en die bereiden we gewoon grondig voor met elkaar. Dus we, we hebben de tegenstander bekeken, we hebben de tegenstander besproken, we hebben een plan gemaakt met elkaar, we hebben erop getraind. Uh, ja, we moeten de vrijdag weer staan. Volle bak erin. En, uh, we, we zullen goed moeten zijn, want uh, Utrecht speelt ook uh, sterk. Ja, en die staan ook uh, op de derde plaats. dus dat, En hebben een iets groter budget, uh, zoals daarnet al werd aangemerkt. Uh, wat wordt het plan? Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Maar Ron Jans die luistert ook overal mee natuurlijk. Dus uh, maar, uh, kijk, we, we, hebben, we houden een deel rekening natuurlijk met de tegenstander. Maar je houdt ook gewoon, uh, je kijkt ook gewoon naar je eigen ploeg van wat, wat we graag willen verbeteren. En ik vind, uh, wij moeten proberen om nog beter aan de bal te worden. Langer proberen de bal te houden met elkaar. Op momenten dat we dat doen, dan kunnen we ook beter aansluiten als team. En uh, dus dat is een verbeterpunt voor ons. Daar, daar zijn we mee aan het werk en kijken of, we uh, of ons dat gaat lukken in, uh, in Utrecht. Ja, dat is dan wel eens een, een, iets wat opvalt bij de uitwedstrijden. Je hebt al een aantal goede uitwedstrijden gespeeld, maar soms valt het dan in elkaar. Als de tegenstander scoort, het publiek gaat erachter staan, dan hou je je opeens niet meer aan het plan. Ja, nou ja, dat is wel een, een aandachtspuntje voor ons. Kijk, dat is ook iets wat dan in zo'n wedstrijd gebeurt. Kijk, uit. Uh, spelen, beginnen we vaak goed. En op het moment dat er dan iets gebeurt. dan, dan gaat het uh, publiek van de thuisclub erachter uh, staan. En dat geeft de thuisclub uh, extra energie. En, en bij ons werkt het net een beetje andersom. Waardoor, waardoor je, uh, het verschil te groot wordt. En dat is in thuiswedstrijden niet zo. Dan blijft ons eigen publiek erachter staan. Blijf je toch gesteund. Maar wij moeten daar gewoon stoïcijns in worden. Dat, dat hoort er ook bij. Dus, uh, en, en dat hebben we ook wel wedstrijden wel goed gedaan. Hè? Laten we dat duidelijk zijn. Maar. Nee, in Enschede en Zwolle hebben we dat niet goed gedaan. Dus dat, dat, dat moet altijd goed zijn. Um, is de ploeg fit? Of is iedereen beschikbaar? Ja, nou ja, bijna iedereen. Uh, natuurlijk we hebben we een paar lang geblesseerden, dat weten we. Maar uh, Sam Schepenman is er, is er weer bij. Uh, tenminste op het veld, nah, die, gaat, die gaat waarschijnlijk nog niet spelen, maar die, uh, die is weer in ieder geval weer fit. Die is hersteld van zijn blessure, dus, dus wat dat betreft, uh, de rest is gewoon fit. Uh, afgelopen uh, weekend tegen NAC Breda thuis was uh, Samurak, uh, uh, die weer fit is, op het middenveld samen met de Kerstmaker. Hoe vond je die samenwerking gaan? Uh, bij Vlagen goed, bij Vlagen kon het nog wel beter. Uh, eigenlijk ook logisch, we zitten in speelronde 11 of 12 en uh, ze hebben pas één keer samen gespeeld. Dus, dus... Ja, dat is logisch dat het dan dat dingen nog niet allemaal even makkelijk gaan. Maar uh, aan de andere kant zie je dat het ook twee goede voetballers zijn. En uh, als het goed is, gaan die elkaar ook snel aanvullen. Uh, zo werkt het ook. En je hebt sinds kort weer een uh, international in het team. die uh, uh, ja. voor het Bosnisch Nationaal Elftal is geselecteerd, de tweede van? Ja, dat is, dat is prachtig. Voor hem natuurlijk in de eerste plaats. Want uh, ja, als je, je internationaal mag zijn van een land en dat soort wedstrijden gaan spelen. Het is ook nog een wedstrijd tegen Nederland en tegen Duitsland eh, die op het programma staan. Is dat natuurlijk geweldig voor hem en een mooie beloning voor waar hij mee bezig is. Maar het straalt natuurlijk ook op ons af, op, op Herakles en dat is, dat is wel mooi. Eh, we willen graag jongens beter maken, waarde in de club creëren. Maar als je dan een paar internationals hebt, doe je goede zaken.